Van de 393 afgenomen swabs zijn 319 negatief en 74 nieuwe besmettingen. Het aantal positieven is 18,8%. De meeste geïnfecteerden wonen in Paramaribo, gevolgd door Wanica. In de ziekenhuizen worden 97 personen behandeld, waarvan 14 op de ICU van het Academisch Ziekenhuis en 's Lands Hospitaal. In Ikeri is 1 persoon overleden aan de gevolgen van COVID. Dit zijn de cijfers die tot kort voor de opnames van dit journaal gelden. Welkom, dit is het COVID-19 journaal. Ondanks dat de protocollen stipt worden nageleefd bij de nationale zender de STVS, heeft het bedrijf toch te maken gehad met 2 besmettingen op de werkvloer. Directeur Raoul Abisoyna geeft aan dat er meteen is overgegaan tot het desinfecteren van het gebouw. Nou, conform de richtlijnen die de overheid heeft aangegeven, waarmee alle bedrijven dienen te werken. Conform die richtlijnen hebben we ook onze voorzorgmaatregelen, maar ook zaken hier in orde gemaakt. Maar je weet, er is altijd een lekkage en je bent nooit voor de volle 100% dedicated tegenover dit soort bedreigingen. Maar als directie hebben we tot nu toe wel onze best gedaan om die uitgeschreven of voorgeschreven maatregelen die de overheid heeft doorgegeven aan bedrijven wel kunnen hanteren hier bij de STVS. 2 medewerkers die hadden de mogelijke symptomen van COVID. Dus op advies van de COVID-commissie hier bij de STVS, maar ook de respectievelijke afdelingshoofden, zijn die mensen naar huis gestuurd met de mededeling om te gaan testen. Dus daaruit is gebleken dat ze positief zijn getest. En ja, er is een open communicatie en zij hebben weer teruggekoppeld met de COVID-commissie om die mededeling te doen dat ze positief zijn getest. We hebben niks aan het toeval overgelaten. Alles wat wij moesten doen om te zorgen voor die verdere bescherming is gedaan. En je zult ook hebben opgemerkt dat we direct een bedrijf hebben ingeschakeld om dan het gebouw te ontsmetten. Hoewel wij geen indicatie hadden dat er sprake daarvan kan zijn. Maar je weet, mensen hebben ook altijd hun twijfels. Mensen zijn zo voorzichtig, dus om de garantie te geven en voor een stukje rust te zorgen in die organisatie hebben we toch het zekere voor het onzekere genomen. Dus die ontsmetting heeft al plaatsgevonden. En die 2 medewerkers die zijn nu in handen van de deskundigen. En ja, een andere ploeg is nu aan zet om te zorgen voor die operatie. Weliswaar moeten we wel aangeven dat we nu wel op een laag pitje draaien, want de andere collega's die mogelijk, ik zeg het zo, die mogelijk in contact zijn gekomen met die 2 besmette medewerkers uit voorzorgmaatregelen, zijn die mensen ook in quarantaine, in thuisquarantaine. En vanuit de directie en de COVID-commissie monitoren we de zaak om te weten. En wat wij niet hopen, want niemand zit daarop te wachten,
We hopen dat die medewerkers na hun quarantaineperiode gezond en wel terug kunnen keren. In het reisdistrict Nikeri is de COVID-19-situatie zorgwekkend, maar volgens dokter Ramyatan nog te controleren. Na nul cases te hebben gehad tijdens de tweede golf, bleek dat er nu meer dan 22 besmettingen zijn in het district. Na contacttracing is gemerkt dat de besmettingen te wijten zijn aan de feestweekenden, zoals het weekend van Pagwa en het weekend van Pasen. Vanuit de stad togen heel wat mensen naar het district om bij de familie de weekenden door te brengen en precies daar ging het mis. Dr. Ramyatan ging in gesprek met het COVID-journaal. De situatie van de COVID nu is natuurlijk zorgwekkend voor Suriname in het algemeen, maar ook in Nikeri. En waarom ik dat zeg, als ik vanuit de Nigeriaanse gemeenschap kijk, we hebben na de tweede golf in maart nul cases gehad. En vanaf 2 april heb ik het eerste case aangediend. Tot nu, gisteren was 21 april, 2 april tot en met 21 april, hebben we nu 22 gevallen genoteerd voor Nikeri. En dat is best wel veel in zo'n korte tijd. En als we de contacttracing doen, dan zien we dat een heleboel van die gevallen we terug kunnen traceren naar bezoek tijdens de feestweekenden met Pagwa en met de paasweekend. Mensen hebben bezoek gehad uit de stad. Mensen hebben gelogeerd bij familieleden hier, zijn teruggegaan en in de stad gediagnosticeerd met COVID. De familieleden hier die begonnen één voor één klachten te ontwikkelen, zijn geswapt en ze zijn ook allemaal positief gevonden. En momenteel zijn er 4 clusters geïdentificeerd. Een gezin in Wageningen waar 7 mensen besmet zijn geraakt door opvang van een familielid. Gisteren ook een gezin. En van Nikeri zelf, dus 3 mensen, dus en kinderen. Van Wageningen zijn er ook 3 kinderen bij betrokken, vanaf 4 jaar tot 10 jaar. Dan heb je een cluster ook bij brandweer. We hebben 3 of 4 brandweermannen. En we hebben een geval gehad, iemand uit Apura die positief getest is bij de contact tracing. Leidt het naar een groep militairen, omdat de partner van die persoon militair is. Die is ook besmet geraakt en die heeft ook zijn contacten en die zijn ook positief gevonden. Dus best wel veel, snel en een connectie met de stad. De vraag werd ook gesteld aan mij, zijn er geen cases vanuit Guyana, omdat daar ook een zorgelijke situatie is. Tot nu toe geen van de cases hebben kunnen herleiden naar Guyana. Op de vraag als Nikeri niet op slot gedaan moet worden, geeft dokter Ramyatan aan dat het makkelijk gezegd is, maar in de praktijk zal dat niet werken. Je kan de mens niet vastbinden. Het is niet effectief. Ik heb die berichten ook gelezen. Kijk, als je dat zegt, is een beetje kort door de bocht. Is easy thinking, easy way, maar in de praktijk is het veel moeilijker. En waarom ik dat zeg, is omdat je met veel dingen rekening moet houden. Je kan een hele plek of een heel district op slot doen. Niemand komt in, niemand komt uit. Maar je weet dat het in de praktijk niet werkt. Is 1. Tweede is de voorziening. Mensen migreren van stad Nikeri omgekeerd. Om allerlei redenen. Medische redenen, bevoorrading, familiebezoek, etc. Je kan de mens niet vastbinden. En er zijn nog andere sociale activiteiten. Je hebt de economische activiteiten. Je moet met alles rekening houden. En als je op slot doet, op papier en de praktijk niet. Wat heb je bereikt? De grootste bezorgdheid die er leeft in Nikeri is de capaciteit van de mensen die in isolatie geplaatst kunnen worden. Het staatslogeergebouw is ook ingezet als isolatieplek. Dr. Ramyatan vreest dat als deze trend zich voortzet, er geen opvangcapaciteit meer zal zijn in het district. Belangrijk, onze grootste bezorgdheid momenteel is de capaciteit van de mensen die we in isolatie kunnen opvangen. Tot nu toe hebben we al die mensen die positief zijn gevonden in isolatie gebracht in MMC. Maar ook daar zijn die capaciteiten, als ik de medisch directeur goed begrijp, zijn er 12 bedden daar ter beschikking. We hebben 2 IC-bedden voor COVID-cases. En het staatslogeergebouw dat wij toen de tijd als isolatiefaciliteiten hadden ingericht, is weer in gebruik genomen.
voordat de case van de laatste cases van Wageningen kwamen, waren al 6 mensen daar overgebracht. En we hebben toen gepleit van, kijk, als die kinderen niet zo ziek zijn, dat dat heel gezin eigenlijk daar in stagiair overgebracht kunnen worden. Want uiteindelijk gaat het erom, isolatie is dat je zo iemand die positief is, vooral in de tijd, in de fase waarin die persoon infectieus is, de ziekte kan overdragen naar anderen. Dat je ze even isoleert in een ruimte, dat die besmettingsgevaar minimaliseert naar de gemeenschap toe. Dat is de bedoeling. En als de mensen niet zo ziek zijn dat ze echt die medical care op dat moment nodig hebben, dat is isolatie al genoeg. Natuurlijk worden die mensen geobserveerd. Maar als mensen medical care nodig hebben, is het raadzaam om hen in het ziekenhuis te houden. Vooral in case dat ze ademhalingsproblemen krijgen, dan heb je de intensive care, je hebt de beademingsapparaat, alles ter plekke. Dus ons concern is natuurlijk, als deze trend voortduurt, dat we straks geen opvangcapaciteit meer hebben voor die mensen. En dan gaan we die mensen in thuisisolatie moeten houden. En ik kan u zeggen, in de praktijk werkt het niet. Als we zien dat we mensen die van buiten komen in quarantaine zetten. Quarantaine is, die persoon is nog niet ziek, maar een risico heeft dat hij contact heeft gehad met een positieve of uit het buitenland komt. Dat men zich ook niet aan de quarantaine maatregelen houdt. Men wandelt overal rond met alle risico's van die aard. En als wij nu zeggen mensen in isolatie die al positief zijn getest en ze houden zich niet aan maatregelen, dan gaat het ook niet werken. In het MMC-ziekenhuis zijn er 26 plekken als het gaat om de opvang voor positief geteste personen. Alleen in de maand april hebben wij bijna onze limiet al bereikt. Dat zegt medisch directeur Jyotish Jagannath van het MMC. Ja, dus we hebben onze totale capaciteit aan positieve die we kunnen opvangen, is 26. Voor de maand april hebben we dus bijna onze limiet bereikt, 24 in totaliteit aan positieve. Maar je weet, als de patiënten komen, dan blijven ze 7 tot 10 dagen in quarantaine. En als het blijkt dat ze stabiel zijn gebleven, geen klachten hebben ontwikkeld, dan worden ze ontslagen vanuit het ziekenhuis. Dus we hebben dus een piekbereik van, ik denk, 22 per dag, voor een dag. En daarna in zijn totaliteit 24 voor de maand april. Los van de cluster die ontdekt is in Wageningen, zijn er ook gevallen geweest in Apura, waarbij volgens de medisch directeur de politie en de militairen het virus hebben overgebracht naar Nikeri. Op Wageningen heb je een gezin waar 7 mensen besmet zijn geraakt en positief zijn getest. Ja, die waren allemaal ook hier opgenomen, allemaal stabiel. En na hun periode van 7 dagen tot 10 dagen zijn ze allemaal weer ontslagen, weer naar huis. Dus we hebben ook wat gevallen gehad van Apura. En dat blijkt dat waarschijnlijk het via die diensten binnen is gekropen. Brandweer en politie en militairen. Evenals dokter Ramyatan ziet de medisch directeur het niet zitten om het district op slot te doen. We moeten ons houden aan de regels zoals voorgeschreven. Als de mensen in het district en waar dan ook thuis blijven, is de verspreiding van het virus minder. Tang na yu oso, tang na yu district. De woorden van medisch directeur Jyotish Jagannath. We zeggen aan de mensen van tang na yu oso. Ja toch? En als je eenmaal, laten we zeggen, als gezin besmet bent en je blijft thuis, dan blijft die besmetting in huis. Na 17 dagen, als je geen klachten ontwikkelt, dan word je weer negatief. Dan ben je dus niet meer gevaarlijk voor de rest om te besmetten. Dus Tanayu Oso. Ik wil het verder voeren, Tanayu District. Toch? Als wij, laten we zeggen, in ons district zouden blijven, wij in Nikeri, mensen van Koroni en Koroni, en alleen maar essentiële diensten, laten we zeggen, goederentransport zou toelaten, dan had je ook binnen een week, 10 dagen, de eventuele besmettingen die al hebben plaatsgevonden, ook gereduceerd naar nul. Ja toch? Tanayu Oso, Tanayu District, Tanayu Kondre. De derde coronagolf is een feit. De IC-afdelingen van de ziekenhuizen krijgen weer meer en meer te maken met opvang van COVID-patiënten. Ook de druk op de IC-bedden is heel erg. Anesthesioloog intensivist Praveen Banwari geeft aan dat er nog maar enkele bedden vrij zijn. Op dit moment is het inderdaad, de druk op de IC-bedden zijn erg hoog.
We proberen met de huidige IC's, dat is dus het Academisch Ziekenhuis en het Slaans Hospitaal, om de patiënten daar onder te brengen. En mocht het toch, als het blijkt dat we toch meer bedden nodig hebben, dan gaan we dus de andere ziekenhuizen ook moeten opengooien om IC-patiënten op te kunnen nemen. Dus er is nog wel een opschalingsplan hoor. Verder geeft de intensivist aan dat er dagelijks patiënten op de IC-afdeling worden opgenomen aan de hand van hun conditie. Hij gaf ook aan dat de derde golf vooral heel veel jongeren heeft getroffen. Heel de nacht hebben we patiënten opgenomen. Gisteren zijn een heleboel patiënten positief geworden. En dan uit die groep patiënten heb je dus dat er ook weer patiënten verslechterd zijn geraakt. En die zijn dus op de IC beland. Snap je? Dus het is een dashboard, is eigenlijk een momentopname. Dus als ze dan bellen om een uur of acht bijvoorbeeld, of 's avonds, van hoeveel patiënten zijn er nu. Maar ja, om 10 uur, 11 uur heb je dus dat de patiënten, dat die tweede run bekend is. En dan heb je dus dat de patiënten opgehaald worden en daar worden ze weer gezien. Hey, mensen, ze hebben toch lage saturaties, toch, dus de vitale functies zijn toch niet stabiel genoeg om ze naar de normale afdeling te plaatsen. Dus dan komen ze dus op de intensive care terecht. Dus vandaar dat je, het zijn momentopnames. Nou, de patiënten die de IC-afdelingen bereiken, die zijn dus eigenlijk echt heel slecht. Dus die hebben echt, die zijn in ademnood die daar beland zijn. En sommigen dan alleen met ondersteunende mogelijkheden, dus dat met hoge positieve drukken, maar nog wel goed aanspreekbaar. En andere patiënten die zijn dus in slaap gebracht. En die worden dan volledig beademd totdat we wat herstel zien van de longen en de patiënten weer wakker kunnen maken. Nou, wat opvallend is dat we in deze derde golf wel meer jongere mensen zien. We hebben patiënten van 27 jaar, 34 jaar, 32 jaar, 36 jaar, ook oudere patiënten natuurlijk. 50-plussers, 60-plussers, dus eigenlijk alle leeftijdscategorieën die we nu meer, opvallend meer jongeren inderdaad, die we ook mogen bijtellen. Het traject dat een COVID-patiënt moet doorstaan nadat de patiënt uit de IC is, duurt nog een poosje. De COVID-patiënten die uit de IC gaan, blijven nog in het traject van het ziekenhuis en daar worden ze verder gemonitord. Nou, dus als de patiënten die de IC hebben, IC-periode voorbij zijn, die naar de afdeling gaan, je hoort ze wel vaker en klagen over langdurig ademhalingsproblemen, dus hun eigen prestaties ze konden leveren, daar moeten ze weer aan gaan werken natuurlijk. Dat is één gedeelte. Een ander gedeelte zijn mensen die dus vermoedelijk stolsels hebben gemaakt, want dat meten we dan als ze opgenomen zijn in het ziekenhuis aan bepaalde labwaardes. Als zij verhoogde waardes hebben, dan weten we van oké, kans is groot dat ze longembolie hebben gemaakt ook en dan blijven ze vervolgen, of in elk geval de internisten vervolgen deze patiënten dan met bloedverdunners. En dan wordt een besluit gemaakt, krijgen ze het 3 maanden, krijgen ze 6 maanden door. Dus ze blijven nog in het traject van het ziekenhuis. En zo zijn we voor vandaag weer aan het eind gekomen van het COVID-19-journaal. Ik wil u nogmaals eraan herinneren dat Suriname momenteel in een total lockdown zit. Dat duurt tot maandagmorgen 5 uur. Ga niet op straat, want er valt dit weekend niets te doen. Overal zal gesloten zijn. Hou er rekening mee dat het virus om de hoek ligt en het elk moment kan toeslaan. Blijf de dagelijkse ontwikkelingen volgen, niet alleen in Suriname, maar kijk ook wat zich afspeelt in de wereld. COVID is geen grap, hou daar rekening mee. We zien elkaar morgen weer bij een nieuwe aflevering. Be safe.